Goedemorgen, we gaan even een toertje maken op een op zo'n elektrisch brommetje. Hoort er ook bij. Goedemorgen mevrouw. En, we gaan even naar de stad toe, even een cappuccino om te drinken. Maar dit is wel een leuk dingetje. Het is van een maat van me. En ja, die kan zelfs mijn gewicht hebben. En dan gaan we even een toertje maken. Dus lijkt me wel wat om die dingen. Johan zit op een soort fiets. Ook elektrisch. De ding rijdt 45. En we gaan eens even kijken of er wat is. Wat een apparaat zeg. Ja, het is toch wel een dingetje hoor, een tricky. Daar kom je alleen met zo'n frame pin. Er zit behoorlijk veel power in. Dus ik krijg even uitleg. Je moet daar wel weer goed zitten. Die moet wel goed zitten. Ik ga net niet in een kleine klap. Oké. Nou, maar ik vind altijd een tricky. Oh, die rijdt wel leuk hoor dit. Rijdt ook behoorlijk hard. Volgens mij rijdt hij 30 of zo, of 40. Ja, zo met de camera in je hand wordt het hem niet. Ik draai eigenlijk even een soort vast dingetje op. Zo, dat gaat behoorlijk hard. Nou, we gaan even naar het dorpje toe. Misschien is er wel wat om zo'n ding erbij te gaan verhuren. Lekker makkelijk voor de boodschappen. Even een bakje koffie gedaan. Dus dicht bij de camping. Nou ga ik even kijken hoe hard die gaat. Moet ik je even laten zien. Even kijken hoor. Ja, dit gaat behoorlijk hard hoor dit. 28 kilometer. Ah, dit is hard zat. Zonder helm. Mooi. Dus. Johan is even broodje aan het halen hier bij de Carrefour. Nee, dat. Dat is wel wat. Zo'n brommetje. Hij vertelt dat je hem ook kan voeren. Dan rijd je 40 kilometer. Maar dan moet je ook wel een helm op. En ja, misschien is het sowieso een goed idee. Maar ja, misschien is het wel leuk om zo'n dingetje erbij te gaan verhuren. Dan kunnen mensen. Dan kun je ook een boodschappen. Even snel hoef je de auto niet te pakken. En volgens mij kun je er wel een 30 kilometer mee rijden dus. Ideaal. Nou, de conclusie. Ik heb een heel rondje gedaan. Even naar de Carrefour geweest. Bakje koffie gedaan. De conclusie is. Rij super. Het is hartstikke handig. En misschien wel leuk om bij te verhuren. En
Wat ook leuk zou zijn, is dat jullie daar even een reactie op geven. Of dat een goed idee is of niet. Het scheelt in ieder geval wel een behoorlijke brandstof. Tenminste, dat geldt voor mij. Nou, 20, 30 kilometer op rij is leuk. Maar ja, je gaat er geen dagtoer op maken. Want dan ben je man af. Achterop geen vering. Maar dat wil niet zeggen dat het hort niet stoot, maar je rijdt toch 28 kilometer. Dus je moet daar wel een beetje de hobbels opvangen. Voor heb je wel vering. Maar nee, echt super handig. Rijdt echt lekker. En voor een boodschapje ideaal. We gaan zo nog even een tochtje maken. Gaan we even een beetje de berg in of zo. Even kijken. Maar je komt overal hè, met die breewielen. En er zit plenty power in. We zijn even bij de camping. Voorbij de camping kun je linksaf. Je hebt daar ook een restaurantje. En er staat een mooi kapelletje. Het is gewoon open. Dat wou ik eigenlijk altijd even kijken. Dat vind ik altijd een beetje bijzonder. Het is iets wat al, denk ik, eeuwen bestaat hier. Met, ongeroerd. En dan kun je gewoon naar binnen. Even tot bezinning komen. Nu is ze eeuwen oud, moet je rekenen. Ja, vanmorgen vroeg waren onze mensen voor. De bloemen zijn vers neergezet vandaag, vanmorgen. Grotto Calbia, dat is dicht bij de camping, ook een leuk restaurantje, heb ik ook gegeten met Grial. En dat is zo bij de, ja, daar kom je weg van de camping. En dan kun je zo aanschuiven hier. Je hoeft niet per se te reserveren. Het is al... Ja, we zijn nu even naar Torlino gereden. Zo langs de kust, daar heb je de camping. En zo langs de kust zijn we hier naartoe gereden. Even door het dorpje gereden. Maar je ziet al... aangevallen hier door een wesp. Je ziet het al, het is hier behoorlijk stijl, maar ik kwam hier net niet op hoor. Dat moest ik echt even meehelpen. Die meneer die loopt er al een half uur om naar boven te komen. Zo stijl is het hier. Dat redde hij nou net niet, maar ja, voor de rest ging het allemaal goed. We gaan er even aan het boulevardje een bakje doen. Maar wat een uitzicht hier. Hier wonen gewoon mensen. Mooi aan het water. Buongiorno, iedereen zegt buongiorno hier. Gewoon goedemorgen. Dat is hier nog heel normaal. Je ziet er iemand zwemmen op het meer. Even kijken hoor of ik in kan zoomen. Ja, daar gaat hij. Ja. Respect. Zou het zelf nooit doen. Nou, even een bakje doen daar. En ja, naar beneden gaat makkelijker als naar boven. Even een bakje koffie. Ja, ik ben hier van de week ook al geweest. Met de kinderen, gezin. Dus daar hebben we aan de overkant gezeten.
Nou, hier kun je dus mooi met je boot afmeren. Hier kun je de koffie drinken. Leuk aan een klein dorpje om even naartoe te gaan. Het is ook heerlijk rustig weer. Het is hier echt genieten. We hebben hier even een bakje gedaan, cappuccino. En wat denk je wat we kwijt zijn? Zie je op een A-locatie. Ja, als je in Zwitserland hier een bakje koffie doet, dan ben je minimaal 10 uur kwijt. Wij moesten nu voor 2 cappuccino's, moesten wij 3 euro aftikken. 3 euro. Ja, dat is wel een groot verschil hoor.